Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom in de Waardoorkerk. Ik ben blij dat ik hier een concert mag geven. Als je zo binnenkomt, dan zie je al een mooi plaatje. Ongepast er mooi tussen. En als je het dan hoort, dan zult u wel verrast worden wat een geluid er nog eens in zit en uitkomt. Dan zou je haast denken dat het nog veel groter is. Nou, uiteraard is wat u ziet maar een deel van de pijp. Hè? Het grootste deel, dat zit daarachter. Al het geluid, dat zal straks door de kerk heen jubelen. Nou, ik hoop dat u ervan gaat genieten. Ik ga mijn best doen om alle verschillende klanken die er uit orgel te halen zijn aan u te tonen. En te demonstreren. Allerlei verschillende mooie solostemmen. Trompetten, fluiten, viola's, kromhoorn en hobo. Dat zijn eigenlijk... Ja, klinkt als allemaal instrumenten, maar dan allemaal vanuit de pijp. Ik hou ervan om een gevarieerd programma samen te stellen. Dat doe ik al vanaf dat ik concerten geef. Enkele keer zit er een thematisch concert bij. Of selectiemuziek. Maar vandaag is het van alles wat. Ik begin altijd graag met een koraal. Oftewel een bewerking over een gezang of een psalm. Lekker Nederlands. Dat is vandaag Gouden Harpen Ruisen. Nou, dit is een vertaling op het Engelse lied Golden Harps Are Sounding. Een mooie, mooie melodie waar Feike Asma, bekende organist uit Nederland, een hele mooie bewerking over geschreven heeft en gespeeld. Het is een bewerking met een aantal variaties op deze melodie. En aan het eind komt daar een mooie climax. Volle werk. Dan blijven we nog even in het volle werk. Namelijk in een preludium van Bach. De allerbekendste barokcomponist Johann Sebastian Bach. Een prelude is een stuk. Eigenlijk een eigen bedacht werk. Zonder een vaste vorm. Heel veel literatuur heeft een bepaalde vorm, een structuur met bepaalde regels. Maar een preludium is eigenlijk, nou ja, zit dan wel een zelfbedacht thema in. Maar het mag als het ware gaan zoals de componist dat wil. Dat is bij deze dan ook zo. Officieel hoort er nog een fuga bij. Die laat ik in dit concert achterwege. Nou, dit is een heel mooi, krachtig barokstuk. Zult u vooral de mixturen heel mooi horen. Mixturen, dat zijn dus registers die heel mooi helder en scherp door de kerk heen zullen jubelen. La Donne Mobile, dat kent u vast wel. Dat was ook wel een van de verzoeken uit de organisatie van Verdi, Italiaanse componist, dirigent. Ja, hij heeft een heleboel muziek geschreven. Dit stuk komt uit zijn opera Rigoletto. En als er tenoren in de zaal zijn, voel zich vrij om even hier op het podium te komen en zing lekker mee. Want ik denk, als u het een beetje kent, dan weet u gelijk hoe dat dan gezongen wordt. Ik zou het haast voordoen, ik ben geen tenor, dus dat gaat niet gebeuren. Maar het is haast onmisbaar om er een tenorstem bij te hebben. Moet u misschien wel denken aan Pavarotti bijvoorbeeld. En dat is toch, ja, zingt dat dan. Nou, maar ik wil erover improviseren. Dus ik speel dat lied. Het is eigenlijk best kort. Maar ik maak er wat omheen. Kijken of het lukt. Oh ja, La Donne Mobile, dat betekent de vrouw is wispelturig. Ik geloof dat het een mening is. Geen algemeen feit. Maar zo heet het dus. Een beetje een aparte tekst. Dan gaan we door naar muziek van Jacques Nicolas Lemmens. Ik ben altijd in de war, maar volgens mij is dit een Franse of Belgische componist geweest. En die schreef deze fanfare. U weet vast wel wat een fanfareorkest speelt. Misschien wel eens bij u in het centrum van het dorp of in de stad fanfareorkest geweest met al die koperblazers. Nou, dat zal ik ook nabootsen op het orgel met de trompet. Mooi, krachtig stuk. De Bolero.
Dat is heel erg plechtig. Plechtig omdat het zowel ritmisch als structureel van begin tot eind heel vast hetzelfde blijft spelen. En dat maakt het haast een beetje spannend. Want iedere keer komt er weer datzelfde thema weer terug, herhaalt zich, maar telkens weer met een ander register. Ene keer een volle fluit, dan weer een hobo, dan komt er een kwint, een cornet, een trompet. Maar geleidelijk aan wordt het geluid voller. En dan zult u wel horen, oh, nou gaat het met steeds sneller tempo omhoog met het volle geluid. Een paar geweldige slotakkoorden. Ik hoop dat u de sfeer van het stuk een beetje kunt proeven. Bolero ritme is een speciaal ritme. Ik heb hier geen drumstelletje bij me, maar dat wordt vaak dan ook op zo'n klein trommeltje gespeeld. Ondertussen klinkt het orkest daar doorheen. Het is vrij uitdagend. Het ritme moet ik met mijn voeten gaan doen en dat moet ik dan zo een poosje volhouden. Dat is op zich wel een goede training. Nou, terug naar Nederland. Jan Zwart, dat was de leraar van Feike Asma. Hun stijlen lijken dan ook heel erg op elkaar. Feike zei zelf, ik heb jarenlang onder invloed van Jan Zwart gestaan. En hij kon er haast niet onder vandaan komen. Alles was Jan Zwart. Jan Zwart is eigenlijk wel een beetje de vader van de psalmbewerkingen hier in Nederland. Tenminste, die daar echt een bepaalde stijl aan koppelde. Hele mooie, warme, op de tekst gebaseerde stijl. Psalm 84. Dat is een hele mooie psalm met een hele mooie, misschien voor u wel bekende tekst. Zomaar een zinnetje daaruit. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Dus daar klinkt een heel diep vertrouwen en een berusting in die psalm. En dat vertrouwen en die rust, onder welke omstandigheden dan ook, dat iemand kan hebben in God, dat vindt u dan terug in de muzikale omspeling van deze mooie psalm. Sortie betekent uitgang. Dat wordt dus vaak gespeeld bij het verlaten van een kerk of concert. Nou, ik speel dat nu in het midden van het concert. Het is een heel vrolijk stuk met een hele pakkende melodie van Frans componist Levi Buruweli. Wals nummer 2 van Shostakovich is ook heel erg bekend. Dit is een Russische componist. En opnieuw een hele pakkende melodie. Een echte wals. Dan probeer ik wel wat mooie trompetstemmen te laten horen. Dan ga ik even door. Fantasie of the Opera. Dat is een beetje genomen uit een thema wat uit Phantom of the Opera komt. Ik heb het Fantasie of the Opera genoemd, of Fantasy. Omdat ik het echt naar mijn eigen hand heb gezet en er een eigen stuk van heb gemaakt. Dat is heel toevallig ooit op mijn derde cd terechtgekomen. Ik was aan het improviseren en dat werd toen opgenomen. Nou, dat hebben we er ook maar gewoon op geplaatst. Dus daar is het ontstaan. En tot slot. De mensen die hier net stonden, die komen allemaal van Urk. Dus ik verwacht ook dat jullie meezingen met bovenstem. Lichtstad. Dat kunnen ze altijd zo goed op Urk. Moet ik denken aan het Urke mannenkoor. Maar goed, Lichtstad met uw palen poorten. Prachtig lied. Ja, als u het kent, zing mee. Aan het einde van het stuk. Ik ga erover improviseren. En dan hoop ik daarmee voor u af te sluiten. Dan ga ik stoppen met praten. En dan wens ik u allemaal heel erg veel luisterplezier.